insane hier. Het is de grootste of de mooiste kerstmarkt van Nederland. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik ga me nu snel opmaken. Want Mariette staat hier met een half uurtje voor de deur. Wij gaan namelijk samen naar Duiven vandaag, naar de kerstmarkt in Duiven. Mijn broer en mijn zus zijn er altijd helemaal lined over en ik ben wel heel erg benieuwd. We zijn gisteren dus in een kerstmarkt geweest in Leusden. Ben ik samen met Lotte heen geweest. Daar wil ik ook nog wel heen met Mariette, want dat was echt insane. Omdat mijn camera bijna leeg was, heb ik dus niet heel veel kunnen filmen daar. Maar dat is echt heel erg gaaf. En ja, wellicht dat ik daar binnenkort nog een keertje naartoe ga, maar dan samen met Mariette. Dan ga ik weer leuke kersttools kopen. En morgen wil ik graag een kerstshoplog opnemen. Dat kan ook zeker wel met alles wat ik heb geshopt. Dus dat komt goed. Nu ga ik me even snel klaarmaken. Want ik loop er echt nog bij als een zwerver. En Mariette staat hier zo voor de deur. Dus kunnen we meteen door. Leuk. Nou, dan doe ik het wel zo. Hoi, ik ben samen met Mariette. En wij zijn nu net aangekomen in Duiven. We moesten eerst wel even naar de garage. Omdat Mariette nu winterbanden onder de auto heeft. Maar het schijnt dus dat dit de beste kerstshow is van heel Nederland. Er stond echt een gigantisch bord net aan de snelweg. Dus ja, onze verwachtingen zijn pittig hoog. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan gaat zijn. Dan moeten we natuurlijk wel gewend zijn als kerstfreaks. Het is ook echt mega groot. Ja, het is echt heel erg groot. Ik heb er wel heel veel zin in. We kunnen hier straks nog even weer een warme chocolademelk nemen. Lekker. En dan, ja, ik moet straks echt een mega shoplog opnemen. Of ik doe een deel 1 en een deel 2 ja, of zo. Sowieso dat. Waarschijnlijk. Nou, op jullie zaterdag en zondag een shoplog. Maar goed, het komt helemaal goed. Ik ben heel, heel erg benieuwd. Oké, we gaan nu dus naar binnen. Het is hier al helemaal... Ik zie gewoon serieus een rolding. Ja. What the fuck? Het is een draaimolen. Wauw.
Zo, wij zijn inmiddels de kerstmarkt doorgegaan en wij zitten nu al lekker te eten. We hebben weer lekker een warme chocolademelk. En ik heb net een foto op Instagram gezet, echt super grappig. Met een foto die zeg maar hier is genomen op de roltrap in Duiven, in het tuincentrum. En nou heb ik dus gevraagd of ze weten waar ik ben. En de reacties gaan helemaal los. Efteling, 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 Intratuin, Intratuin, Efteling, Efteling voor de 34ste keer. Nou, zo vaak ga ik ook weer niet naar de Efteling, jongens. Maar ik moet zeggen, ergens. Dat kan ook nog. Maar ik moet zeggen, het lijkt wel veel op de Efteling. Ja, vooral die Intratuin. Ja. En nog een keer Efteling. Sommigen zeggen ook echt Intratuin Duiven. Ja, sommigen worden helemaal boos, omdat ze dan zeker weten dat de Efteling is. Maar het is de Efteling niet, jongens. Want als je goed kijkt bij deze foto, zie je hier ook echt een roltrap. Ja, dat zit natuurlijk niet in Efteling. Maar goed, 7 minuten. Je moeder? Op mijn moeder, joh, staat er. 7 minuten geleden en al 336 reacties. Op mijn moeders, joh. Oké, is goed. Maar in ieder geval, het is wel echt insane hier. Het is de grootste of de mooiste kerstmarkt van Nederland. Dus hier verkozen top. En dat is het zeker waard. Dus als je hier in de buurt woont of je wil hier een keer naartoe, het is echt. Nou, je kijkt je ogen uit. En mijn broer en mijn zus gingen elk jaar. En die waren er altijd al helemaal lined over. En ik had altijd zoiets van, nou ja, het zal wel. Maar ik kan het beamen. Het is echt heel erg mooi. Maar goed. Wij drinken lekker onze warme chocomel op. En daarna gaan we weer richting huis. En we gaan vanavond lekker sushi eten. Samen met Mariette en haar vriend. Dus dat is heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Wie heeft het allemaal besteld? What the fuck gebeurt hier? Oh ja, die zijn van mij. Lekker smellen. Ik ben weer thuis en we hebben lekker ons buikje rondgegeten tijdens sushi eten. Mariette is weer naar huis samen met haar vriend. En ik ben lekker thuis en ik ben meteen begonnen met editen. Want het is alweer 10 uur en ik heb lekker vervlogd met van Pip zeg maar geëdit. En ik word er altijd zo vrolijk van. Ik doe echt zo ziek veel. Moet je gewoon realiseren dat ik 42 minuten aan puppy materiaal heb gefilmd. Ik vind het zo leuk. En ik doe echt super veel puppy materiaal erin. En mochten jullie te veel vinden, let me know. Want ik kan me voorstellen dat je het misschien too much vindt. Maar ja, ik vind het zo leuk om die hele groei van haar gewoon volop te filmen. En niet alleen korte beelden. Dus gewoon echt haar de tijd voor te nemen. Om te laten zien hoe het nu met haar gaat. En hoe het met haar broertjes en zusjes gaat en zo. Ik vind het zelf persoonlijk heel erg leuk om naar te kijken. Dus ik deel dat dan ook heel graag met jullie. Goed, ik ga lekker nog heel even verder editen. En daarna duik ik mijn bed in, want morgen moet ik een shoplog opnemen. En dat is een redelijk grote shoplog. Dus ik ga hem waarschijnlijk ook in 2 delen doen. Zodat er zaterdag en zondag een shoplog online komt. Want anders duurt die shoplog echt mega lang. Dus dat is heel erg leuk. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar dan wil ik ook een beetje op tijd naar bed. Dus ik ga nu snel door met werken. En dan kan ik op tijd naar bed. En Milan is overigens in Assen. Want die had een zakelijke afspraak in Assen. En die zou pas heel laat thuis zijn. Dus die slaapt vanavond even bij zijn moeder. En dan komt hij morgen weer hierheen. En morgen is mijn zus jarig. Dus dan ga ik daarheen. Heel veel zin in. Zo, mijn vlog is geüpload. Helemaal klaar. En het is echt al rete laat. Of nou ja, rete laat. Het is 1 uur geweest. Maar ik had helemaal niet door dat het al zo laat was. Ik was K3 zo K3 aan terugkijken. En nou ja, goed. Ik ga nu naar bed. Ik vind het altijd een beetje naar om dan helemaal alleen thuis te zijn. En zo'n... ja, toch dan een hele onbekende stad. En ik weet wel dat ik vriendinnen heb die hier in de buurt wonen. Maar toch voelt het ineens zo alleen als Milan er niet is. Maar goed, het is ook logisch. En ik vind ook, het moet ook gewoon kunnen dat hij een nachtje bij zijn moeder slaapt. Ik bedoel, kom op, je bent 22. En ik heb heel lang aan mezelf gewoond in mijn eentje. Maar dan is dit toch ineens heel alleen. Heel stom. Goed, ik ben helemaal niet moe. Maar ik ga toch alvast in bed liggen. Want morgen is namelijk mijn zus jarig. Of eigenlijk nu. En ze is 31 geworden en morgen wordt echt een gigantisch feest. Er is van alles georganiseerd waar ze geen weet van af heeft. En ja, dat is gewoon superleuk. Dus ja, ik heb heel veel zin in morgen. Ik moet morgen eerst een video opnemen, dus ik moet bijtijds een beetje de wekker gaan zetten. En dan wordt het een super
leuke verjaardag voor haar. Dus ik heb heel veel zin om jullie daarin mee te nemen. Maar dan moet ik eerst heel veel een goede nachtrust hebben. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Ezeltje! En hier hebben ze allemaal geiten en schapen. Ze hebben nog meer. Oh, kippen! Ze hebben weer ook kippen. Het zijn een beetje konijnkippen. Oh, we hebben er eentje al gehad.